zien schoenen uit. Tuk. Afgelopen najaar lanceerde de gemeente Vijfheerenlanden het plan onbeperkt meedoen in Vijfheerenlanden. De gedachte hierachter is dat zichtbare en onzichtbare drempels voor inwoners met een beperking weggenomen moeten worden. Op het gebied van toegankelijkheid zijn veel zaken in de gemeente Vijfheerenlanden al lang en breed goed geregeld. Ik vind dat de afdeling van de gemeente heel goed werkt voor kapotte stoeptegels. Dat kan je heel makkelijk melden en dat wordt echt heel snel opgepakt. Dus binnen een dag is dat vaak geregeld. Dus ik denk dat dat heel fijn is voor mensen met een beperking, maar ook voor alle andere mensen natuurlijk. Maar er is ook nog de nodige winst te behalen, merken inwoners met een beperking. Bij de parallelweg, als je om de hoek gaat, vanaf de Tientweg. Het is daar zo gevaarlijk. De lijnen zijn niet goed te zien. Het oversteken is niet te doen. De auto's rijden keihard de hoek om. Fietsers stoppen niet. Dat zou eigenlijk wel fijn zijn als daar een zebra zou zijn. Dat is daar zo gevaarlijk om over te steken daar. Ik denk dat er nog een keer een stok ergens tussen een wiel gaat. Want ik zie de fietsers niet. En ze rijden echt door. En dus komt de gemeente dit najaar eindelijk met een plan om te zorgen dat mensen met een beperking in Vijfheerenlanden onbeperkt kunnen meedoen. Nou, het VN-verdrag gaat ervan uit dat je als mens met een beperking niet meer zou hoeven nadenken als je ergens naartoe gaat. Of als je iets wil bereiken in je leven. En het zou zo mooi zijn als we een wereld kunnen maken waar iemand met een beperking niet hoeft na te denken. Ik ga naar het theater, ik kan er gewoon naartoe. Ik ga naar het restaurant, ik kan naar binnen. Want dat is geregeld en het klopt. Het is voor ons een hele fijne steun in de rug. Want in dit werkplan is nu opgenomen dat het gehandicaptenbeleid opgenomen moet worden in de beleidsvisies en in de werkprocessen. Daar hebben wij ook op aangedrongen dat het vooral tussen de oren gaat zitten van de ambtenaren. Toen ik aan dit project begon, dacht ik alleen aan drempeltjes en toegang en noem maar op. Maar het is veel groter dan dat. Het gaat over bewustwording in de hele gemeente, bij de hele organisatie, met alles wat we doen. Hoe kunnen we mensen met een beperking een plek geven, zodat ze ook gewoon mee kunnen doen? Dus we gaan een check toevoegen aan onze college- en raadsvoorstellen, waarbij we collega's dwingen om na te denken over de vraag: wat betekent jouw voorstel voor iemand met een beperking? Ik denk dat collega's echt een hekel aan me gaan krijgen als ze weten wat dit betekent, maar daar komen ze straks pas achter. En daarnaast gaan we beginnen met een campagne onder het mom van lastig, hè? Waarbij we collega's willen laten zien wat het betekent om een beperking te hebben, om iets niet meer te kunnen. Inwoners met een beperking juichen de ambitieuze plannen van de gemeente toe. Ze wijzen erop dat de noodzaak om meteen te beginnen met het verbeteren van de situatie op veel plekken in de gemeente ook echt groot is. Waardlanden heeft in opdracht van de gemeente nieuwe containers geplaatst voor GFT-afval. Zodat mensen in appartementencomplexen ook hun afval kunnen scheiden. Heel fijn, maar deze containers zijn zo hoog dat ik daar van zijn langs als een leven niet bij kan. De stoplichten die werken vaak niet. Ik hoor de rateltikkers niet, die doen het niet goed. Eigenlijk zouden nieuwe stoplichten moeten zijn. Die moeten lager zijn, niet zo hoog. Zodat je ook wat lager kan kijken. Zodat ook de mensen met een rolstoel er makkelijker bij kunnen. En dat daar een handje bij zit dat mensen die langzaam lopen, dat die iets langer groen zou kunnen blijven. Er zijn hier in de gemeente laadpalen die midden op een stoep staan. Laadpalen voor elektrische auto's. Er zijn nog verschillende stoepen die wel een oprit hebben, maar geen afrit. Dus dat je aan het eind van de stoep staat en denkt, waar ga ik nu heen? Ik moet zeggen, de gemeente doet echt wel zijn best, maar het kan altijd beter. En zo denkt de gemeente er zelf ook over. Dus komt u een situatie tegen waarvan u denkt, dat kan beter, meld het dan vooral. En wie weet wordt het dan ook echt beter.